Joshua Brunet gooide na afloop van de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Jong Wit-Rusland zijn shirtje in het publiek. En daarmee zorgde hij onbedoeld voor een opmerkelijk tafereel. Sven Verbeek die gooide zijn shirtje in het publiek en toen ving een volwassene hem en dat was eigenlijk niet de bedoeling. En daarna gooide Brunet zijn shirtje in het veld in het publiek en toen ving ik hem met hem. En toen trok zo'n volwassene, die klom over het hek en die trok aan het shirtje en die pakte hem eigenlijk van ons af. Ik kan me voorstellen dat jullie behoorlijk geschrokken zijn. Ja, we zijn heel erg geschrokken. Ik vond het echt niet leuk dat hij dat deed. Wat hebben jullie nog meer tegen die man gezegd op dat moment? Nou, ik heb gezegd van dat ik het shirtje heb gevangen met hem. En dat wij dus het shirtje eigenlijk verdienden. En hij begon allemaal te trekken aan mijn mouwen ook helemaal. Dat vond ik echt niet fijn. De jongens gingen dus met lege handen naar huis, maar hadden toen nog geen flauw idee van wat ze te wachten stond. Mijn moeder zei dat er iemand boos was en ze zei van ja, iemand is boos, dus die belt jou even. Toen dacht ik, ja, wie belt mij nou als hij boos is? En toen bleek dat het de manager van Jong Oranje was, dus was ik echt heel erg verrast. En toen zei ik van, ja, wie is nou boos dan? Ja, Brunet van dat shirtje dat jij er niet kreeg. Brunet heeft de ophef dus ook gezien en wilde de twee voetbalvrienden graag verrassen. Nou ja, jongens, ja, jullie weten het zelf wat allemaal is gebeurd. Daardoor ja, wil ik jullie wat meer opvloeren, want ja, ik vond het niet zo leuk wat er is gebeurd. En hier voor een shirtje voor jullie. Dus ja, hier. Ja, dank u wel. Ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Ja, heel erg blij. Ja. Ja. Iedereen wil wel een shirtje hebben, dus ja, is aan de ene kant ook wel iets normaals tot je erom gaat. Ja, een beetje stoeien, weet ik veel wat, maar tot er een oudere man om ja, twee kleine jongens, ja, dat vind ik echt niet kunnen. Daardoor hebben we dit ook, ja, daarom heb ik dit uit mijn hart, een shirtje voor hun willen geven. Ja, ik hoop dat ze het leuk vinden.